hem af. Hi, hallo, geweldig. Een trein, een viool. Ik zag een donkere kamer. Zingende vrouwen. Een motorbende. Waarom is het eigenlijk nodig om hersenen in beweging te brengen? Dat willen hersenen namelijk heel erg graag. Dat brein is echt uit op gestimuleerd te worden. En die stimuli die moeten van buiten afkomen. We weten wel als we bijvoorbeeld een hele tijd alleen zitten. Sterker nog, als je geïsoleerd zou zijn, ga je uiteindelijk zelf geluid maken. Je gaat schreeuwen, je gaat gillen. Waarom? Omdat juist die prikkels van buitenaf, die zorgen ervoor dat je begrijpt dat je er bent, dat je bestaat. Zo werkt dat brein. En als die prikkels van buitenaf, als dat prikkels zijn die ook nieuw zijn, die je aan het denken zet, die gewoon uitdagend zijn, ja, dan doen bepaalde delen van de hersenen heel graag mee. Het is eigenlijk zo dat je in die eerste 25 levensjaar leg je de basis voor gezond oud worden. Als je zo'n kind heel veel aanbiedt, dan bouw je, omdat het een verrijking is, bouwt dat brein aan meer contactpunten. Meer synapsen. Hoe meer contactpunten, hoe complexer die hersenen worden. En daarmee beschermt dat brein zichzelf als het ware tegen, als je ouder wordt, tegen het ontstaan van ouderdomsziekten. Welkom. Help! Alle bijdragen die je daaraan kunt leveren, juist in die eerste 25 levensjaren, ja, dat is ontzettend belangrijk. Goedemorgen. Dus bijvoorbeeld het kijken naar kunst. Dan zie je al dat activiteit ontstaat hier in de hersenstam. Hoog in de hersenstam, want je raakt opgewonden, je wordt aroused. Dat zorgt ervoor dat je hele schors heel actief wordt. Dus je doet echt mee met die hele voorstelling. U komt voor een kamer? En een dikkere schors in de groei van het leven betekent ook dat je gewoon tot een veel betere denken in staat bent. Spreken, rekenen en al dat soort functies. Je vindt het mooi. Dus er is een beloningscircuit hier aan de voorkant van het brein. Wat eigenlijk ervoor zorgt dat je naar meer verlangt, dat je steeds meer wil. Als je kijkt naar kunstwerk, dan heb je ook ruimtelijk dat je heel veel informatie te verwerken krijgt. Dat is die parietale lob, die zit zo'n beetje aan deze hoogte hier. Je sluist die informatie ook weer door naar frontaal, naar de voorzijde van het brein. Juist dit gedeelte, die frontale lob, is nog helemaal in ontwikkeling bij kinderen. Zorgt ook voor veel creativiteit, flexibiliteit. Het brein kent bijvoorbeeld spiegelneuronen. Die zitten door het hele brein heen. Dat zijn zenuwcellen en die worden actief als je spiegelt. En dat spiegelen is en kijken naar een ander. Denk aan empathie, invoelend vermogen. Maar ook het verbeelden. We hebben een heel groot netwerk in het brein, dat heet het limbische systeem. Maar dat is eigenlijk ons emotionele systeem. Waardoor je verdrietig kan zijn, waardoor je ook heel gelukkig kan voelen. Tederheid, verwondering. Dit is de slaapkwap. En hier, als je dit een beetje wegpelt, dan kom je op een eilandje. Dat heet ook de insula. En die is heel erg belangrijk voor die intense emotionele beleving. En dat bouw je ook op in je leven, in de tijd. Dus dat is fantastisch, dat kunst, dat dus een effect heeft op die diepe emotionele beleving. Kortom, het is voor kinderen in de groei van hun brein ook, is het fantastisch als je naast de normale programma's ook kunst en cultuur krijgt aangeboden.